kunstig. Kunstig wel, hè? Ja, ja. Als ik dat voetenwerk moet dit gewoon bij de Juliana hebben, stel het voor. Ja, hey, met een havenfeest. Ja, ja, probeer maar. Ja, oh, ja, bezoekjes, zeg het even heel snel. Ja, jingle bell. Ja. Thank you.
kerstavond toch? Voor iedereen. Nou, fijne kerst, hè? Ja, hetzelfde, jullie ook. Nou, bedoel ik het. Thank you.
gaat met... Ja. Want we net hier, ja, net hierop schapen die de grond aan. Dus. Nu gaat het goed. Hoppa. Thank you.
Ja, Shadi, we zijn net met jou mee geweest op een concert door Marken heen. Van waar dit initiatief? Nou ja, ik heb gewoon de gedachte dat iedereen een welverdiende cash nodig heeft. En ik denk van klokken, kijk als je kijkt, klokken. Nou, dat hoort gewoon bij kerst. Een mobiel carillon op wielen dus. Nou, dat bestaat, bestaan er maar 2 of 3 van in Nederland. En ik denk van, op Marken is dat wel echt een luxe. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk ongelofelijk dat het hier terecht is gekomen. Als ik zo terugdenk, ik denk dat het wel heel erg een succes is geworden. Ja, want je hebt het over de totstandkoming. Zo makkelijk was het niet, hè? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Nou ja, door een crowdfundingsactie. Heb ik online gezet en heb ik massaal gedeeld via mijn social media. En ik stond helemaal perplex van dat het binnen 3 dagen al opgehaald was. En dat mensen mij dat gewoon gunnen. Dan hoor ik van alle kanten af en denk van wauw, het kan gewoon niet beter. Eigenlijk van tevoren weet je al dat het enorm wordt gewaardeerd. En dat mensen het ook echt leuk vinden dat je langskomt. Heb je zelf nog wat meegekregen van de mensen die langs bij hun huis stonden, langs de weg? Nou ja, ik was natuurlijk aan het spelen. Maar ik zag wel alle emoties en allemaal zwaaien natuurlijk. En ja, de feeling, de kerst, de Christmas feeling was er gewoon zeer aanwezig. En ik hoop dat het nog deze dagen nog lang blijft zinderen hier. En ook de klanken van mijn instrument. Ik denk zeker dat je iets unieks hebt neergezet. Dankjewel en ik hoop ook echt dat er volgend jaar weer een vervolg komt. Dat hoop ik ook. Namens mij en namens ook degene die het carillon voor mij de beschikking heeft gesteld, wil ik jullie van hartelijk bedanken voor alle steun en de donaties die jullie voor mij hebben gedaan. Ik wens jullie allemaal en iedereen waar dan ook een hartelijk kerstfeest toe. Dankjewel.